Beleggen wordt steeds populairder en dat is eigenlijk ook vrij logisch, want het is een heel erg goede manier om met een klein bedrag, een kleine inleg op de lange termijn toch een groot vermogen op te bouwen zonder al te veel grote risico's te hoeven nemen. En in deze video wil ik jou helpen om op een goede manier te beginnen met beleggen, want beleggen is op zich vrij simpel, vrij eenvoudig, maar het is wel belangrijk dat je de juiste stappen neemt op het juiste moment. Dus laten we het stappenplan gaan bekijken en beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal werk qua we een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. En een manier om dat te bereiken die voor heel veel mensen ook bereikbaar is. Dat is juist door middel van beleggen. Voordat we gaan kijken naar het stappenplan iets later in de video, wil ik eerst wat algemene informatie over beleggen behandelen. Bijvoorbeeld de vraag van wat is beleggen eigenlijk? Bij beleggen investeer je jouw geld in bedrijven door aandelen van deze bedrijven te kopen en deze bedrijven kunnen dan vanwege het geld van al die aandeelhouders juist geld ophalen uh, en dat gebruiken om hun productie bijvoorbeeld uit te breiden, om hun omzet te vergroten, om hun winst te vergroten. Maar dat betekent niet dat je jouw geld juist uitleent aan deze bedrijven, want bij beleggen heb je juist geen gegarandeerd rendement. Je weet niet hoeveel geld je dit jaar gaat verdienen met jouw investering, met jouw aankoop van die aandelen. Misschien is dat wel heel erg veel geld, maar het kan juist ook zijn dat het even negatief is. Dat het juist eigenlijk je aandelen, je investering minder waard wordt. Maar als aandeelhouder heb je wel een voordeel en dat is dat je juist meedeelt in de winst van een bedrijf, want met de aandelen die je koopt word je in principe mede-eigenaar van het bedrijf. En als je een winstuitkering ontvangt, dan noemen we dat een dividend. Je krijgt dus eigenlijk een soort van het stukje van de taart, een stukje van de pizza bijvoorbeeld. En hoe groot dat stukje is dat je krijgt, dat is afhankelijk van hoeveel aandelen je hebt ten opzichte van het totaal aantal uitstaande aandelen. Een andere manier om geld te verdienen door middel van aandelen, door het middel van beleggen, is doordat er vraag en aanbod is naar het aandeel. Hierdoor verandert de koers van een aandeel ook telkens. Dus als de vraag toeneemt, dan stijgt de koers van een aandeel omdat beleggers bereid zijn meer te betalen om dat aandeel te bezitten. En die koersstijging is eigenlijk dus ook een winst, maar dat noemen we dan de koerswinst. Maar dan is het ook belangrijk om te weten dat de koers van een aandeel niet zegt over hoe goed het gaat met een bedrijf of hoe slecht het gaat met een bedrijf. Je moet namelijk naar de hele beurswaarde van een bedrijf kijken als je, naar de, ja, als je de waarde wilt weten. Een bedrijf met 100 aandelen van 10 euro is bijvoorbeeld 1000 euro waard. Maar een bedrijf met 10 aandelen van 50 euro, dat is 500 euro waard. Dus ook al zijn die aandelen vijf keer zo duur als de andere. Dat zegt niets over de waarde van het bedrijf. De waarde zien we juist wanneer we de koers van een aandeel vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen. En wat je dus eigenlijk doet is jouw geld juist aan het werk zetten. Want in plaats van je geld op een bankrekening te zetten of op een spaarrekening te zetten waar het niets, waar het niets doet, waar het dan niks gebeurt met het geld in principe, ga je jouw geld juist investeren in bedrijven in de hoop dat je juist een rendement oplevert, oftewel dat het meer waard wordt in de toekomst. Maar waarom zou je dan beginnen met beleggen? Want misschien klinkt het eigenlijk best wel spannend, best wel eng om zo je geld te investeren in andere bedrijven. Maar indirect, heel veel mensen beleggen al, zonder dat ze het ooit zelf beseffen. Want wanneer jij in loondienst bent van een bedrijf, bouw jij in principe pensioen op via een pensioenfonds waar je iedere maand geld aan afdraagt. En een gedeelte van het geld dat je aan dat pensioenfonds geeft, dat investeren zij ook. Investeren zij onder andere in aandelen. Dus door zelf te gaan beleggen, neem je dat stukje van beleggen eigenlijk ook zelf in de hand. Kun je zelf bepalen wat er gebeurt? Wil je ja, precies doen wat jij graag wilt? En het is ook eigenlijk om twee redenen. Dat mensen juist steeds vaker ook zelf gaan beleggen. Aan de ene kant is dat juist om de koopkracht te behouden. Terwijl aan de andere kant ze juist een vermogen willen opbouwen op de lange termijn. En laten we dan eerst kijken naar de koopkracht. Want de koopkracht geeft in principe aan wat jij kunt kopen met het inkomen dat jij hebt, bijvoorbeeld. En je wilt het liefst natuurlijk. Dat dit toeneemt in de toekomst. Of in ieder geval gelijk blijft dat je volgend jaar net zoveel kunt kopen van het geld dat je verdient in de maand bijvoorbeeld. Dan dat dat dit jaar was geweest. Maar we zien ook dat de inflatie de laatste tijd juist erg hoog is. Alles wordt duurder door hogere energiekosten. Hogere transportkosten. Hogere loonkosten ook. En daardoor neemt eigenlijk je koopkracht juist af. Door te beleggen hopen veel mensen dan hun koopkracht te behouden. En vroeger ging dat nog door te sparen, want toen waren de spaarrentes nog hoog. Maar tegenwoordig is sparen eigenlijk geen optie meer om in ieder geval je koopkracht te behouden. En het is eigenlijk zelfs zo tegenwoordig dat je juist armer wordt als je gaat sparen, want de rente van bijna 0% is eigenlijk stukken lager dan de inflatie, dus in principe verlies je juist koopkracht door je geld ...eigenlijk op een spaarrekening neer te zetten. De tweede grote reden van mensen om te beleggen... ...is juist het opbouwen van een vermogen... ...waar veel mensen vroeger nog... ...en tegenwoordig trouwens nog steeds... ...voor veel mensen zit hun vermogen vast in hun huis... ...door een hypotheek te nemen... ...en daarop maandelijks af te lossen... ...bouw je wel een, een vermogen op. Alleen dat vermogen zit vast in je huis... ...dat wil zeggen je moet eigenlijk je huis verkopen... ...je moet een nieuwe hypotheek nemen... ...om dat geld op een bankrekening te krijgen... ...en daarnaast is het natuurlijk... ...gewoon tegenwoordig ook heel lastig... Om een huis te kopen, zeker voor jongeren ook. En daarom is dus ook beleggen zo interessant, want het is een goede manier om op de lange termijn een vermogen op te bouwen. En dat vermogen zit dan ook nog niet eens vast ergens in, in een huis bijvoorbeeld. Het zit misschien wel vast in aandelen. Maar die kun je vrij eenvoudig kopen en verkopen. En door te investeren, door te beleggen, hoop je natuurlijk dat op de lange termijn je geld meer waard wordt. En als we gaan kijken naar de historie, al is dat natuurlijk geen garantie voor de toekomst, maar kijken we tientallen jaren terug, dan is het eigenlijk altijd wel zo geweest dat over de lange tijd je geld ook inderdaad meer waard is geworden. Kijk bijvoorbeeld naar onze eigen index, onze eigen beurs hier in Amsterdam. Of naar de SP 500, de Amerikaanse index, dan zien we dat het gemiddelde rendement dat je kunt verwachten op de lange termijn zo ongeveer op 7% ligt. En nu klinkt misschien 7% niet heel veel, maar het is juist wel een heel erg krachtig middel op de lange termijn. Want niet alleen je inleg is belangrijk of je rendement is belangrijk, maar ook de tijd die je hebt. Want hoe langer je de tijd hebt. Hoe langer je geld kan renderen. En dan gaan we eigenlijk praten over het compound interest effect. Het samengestelde interest effect. Oftewel heel simpel vertaald, eigenlijk het rente-op-rente -rente effect. En dat kan ik het beste laten zien aan de hand van een rekenvoorbeeld. Met een inleg van 200 euro per maand. Gedurende 50 jaar. Oftewel eigenlijk vanaf je 18e tot aan je pensioen. Met een gemiddeld rendement van de 7%. Zoals we zojuist bespraken. Dan zien we in deze tabel in de eerste kolom de jaren. Ik heb even de eerste 25 jaar gepakt van die 50 jaar die we gaan kijken. In de tweede kolom zien we de inleg die we doen. Dat is het eerste jaar 200 euro per maand, oftewel 2400 euro in totaal. En ook alle andere jaren is dat in totaal 2400 euro. De derde kolom laat zien hoeveel interest we hebben gekregen, hoeveel rente we kunnen ontvangen in dat jaar. En dat is natuurlijk gebaseerd op het gemiddelde bedrag dat we hebben geïnvesteerd in dat jaar. Met het gemiddelde rendement van 7% per jaar. En wat dan opvalt is dat op zich dat vrij snel toeneemt. Van bijna 100 euro in het eerste jaar naar 900 euro in het vijfde jaar. En wat we dan eigenlijk zien is dat in het elfde jaar de rente die we ontvangen al groter is dan de inleg die we dat doen uh, in dat jaar. En dat is natuurlijk zo, hoe langer we wachten, hoe meer, ja, hoe meer we die rente zien toenemen. En dat is juist het effect van het rente-op-rente-effect. Want je ontvangt niet alleen. Rente over bijvoorbeeld in het 20ste jaar, over die 2400 euro die je op dat moment hebt ingelegd, maar ook over al die 2400 euro's die je in eerdere jaren hebt ingelegd. En dat effect zien we eigenlijk duidelijker worden in een grafiek. En hier zien we dan de initial balance. Dat is eigenlijk de 2400 euro die we inleggen. Nou, dat is misschien het onderste grijze lijntje. Na een tijdje zie je het groene toenemen. Dat is het totaalgeld dat je hebt ingelegd. En op een gegeven moment wordt het, uh, worden oranje cijfers of oranje. Balkjes komen tevoorschijn. Dat is de rente die je in principe ontvangt. Dat is dus elk jaar 7% op het geld dat je hebt geïnvesteerd. En uiteindelijk zie je dat het juist na een tijdje juist de rente is die voor het grootste effect zorgt. En dan zie je ook hoe verder je bent, hoe groter het oranje balkje in dit geval wordt. Oftewel juist in de laatste jaren verdien je relatief veel. En daarom is het juist zo belangrijk om niet alleen. Te beginnen ooit een keer, maar ook zo vroeg mogelijk te beginnen. Want juist het effect van tijd is gewoon heel erg belangrijk op de lange termijn. Kijken we naar dat laatste jaar bijvoorbeeld. Dan leg je nog steeds in jaar 50 2400 euro in. In totaal heb je dan 120.000 euro ingelegd in al die jaren daarvoor. En dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk, omdat je al die jaren al geïnvesteerd bent. En je mocht een gemiddeld rendement van 7% verwachten, dat dan de rente die je in die jaren hebt ontvangen 976.000 euro is bijna. En kijken we dan naar het totaal, dan zul je zien dat je bijna 1,1 miljoen euro kunt opbouwen door 120.000 euro, 120 euro in totaal in te leggen over die 50 jaar. Per jaar iets meer dan 7% rente te ontvangen. En dan zie je dat eigenlijk het grootste gedeelte van jouw vermogen uiteindelijk komt. Door het rente die je ontvangt, en dat is dan misschien koerstijgingen, dividenden die je ontvangt. Maar in ieder geval door geïnvesteerd te zijn, is dat een mogelijkheid om dat te ontvangen. En het mooie van beleggen tegenwoordig is dat er ook ETF's zijn. Dat is een afkorting voor Exchange Traded Fund, oftewel eigenlijk mandjes van aandelen van een bepaalde sector, een bepaald land, een hele index of zelfs de hele wereldeconomie. En op die manier door één ETF te kopen heb je eigenlijk al direct spreiding tot soms wel duizenden aandelen. Dan hoef je niet de losse aandelen van losse bedrijven te analyseren en te kopen. Maar juist met één aankoop kun je, heb je eigenlijk al direct spreiding. En vaak is dat ook nog tegen hele lage kosten... wat dus alleen maar je rendement eigenlijk ten goede komt. En ook al haal je dan maar een gemiddeld rendement... dat is helemaal niet erg, want zoals we net in de grafiek zagen... ook met een gemiddeld rendement van 7% per jaar... kun je op de lange termijn toch miljonair worden. En ik denk dat bijna iedereen wel als doel heeft om miljonair te worden... want dat wil iedereen wel bereiken... Of moet misschien iedereen ook wel bereiken juist vanwege de inflatie en dan een heel belangrijke vraag voordat we beginnen met het stappenplan en dat is is beleggen dan zonder risico en zeker niet beleggen is zeker niet zonder risico we hebben gezien dat het rendement van 7% een gemiddelde is een gemiddelde over lange periode er zijn af en toe jaren dat het heel erg goed gaat op de beurs bijvoorbeeld afgelopen jaar nog dat de Aex index Zelfs ook de Amerikaanse index met bijna 30% steeg, 30% rendement in een jaar. Maar we hebben natuurlijk ook jaren waarin het heel slecht gaat. Denk bijvoorbeeld aan een financiële crisis in 2007, 2008. En op dat soort momenten zie je zelfs ooit wel de beurs halveren in een jaar. Maar het is wel zo dat je eigenlijk kunt zeggen dat hoe langer je geïnvesteerd bent, hoe meer gespreid je hebt, hoe kleiner het risico is. En dan is het ook belangrijk om op te merken dat beleggen gepaard gaat met emotie. En juist in die moeilijke tijden zal emotie een rol spelen. En daarom is het altijd belangrijk om te beginnen met beleggen met geld dat je over hebt. En dat wil zeggen dat je op de korte termijn te kunt missen, dat je niet per se nodig hebt in de komende jaren. En nu we de basis van beleggen hebben besproken en weten wat het ongeveer een beetje inhoudt, maar vooral ook hebben gezien wat de kracht is van beleggen op de lange termijn. Is het tijd om onze eerste stappen te nemen? En de eerste stap die je neemt is juist inzicht krijgen in je persoonlijke situatie, in je persoonlijke financiën. Want heel veel mensen weten wel hoeveel er elke maand binnenkomt. Want dat is vaak maar één bedrag en dat is hun salaris. Maar ze hebben eigenlijk geen idee hoeveel er uitgaat, waaraan het uitgaat en of je geld overhoudt aan het einde van de maand. En daarom heb ik een spreadsheet gemaakt die je gratis kunt downloaden en die jou helpt om dat overzicht wel te krijgen. Zo weet je precies hoeveel geld je overhoudt aan het einde van de maand of juist waar je geld op kunt besparen om geld over te houden aan het einde van de maand. En een link naar dit bestand vind je in de omschrijving onder deze video. De volgende stap is dan juist, het heeft nog steeds niets te maken per se met beleggen, maar is wel heel belangrijk. En dat is juist het opbouwen van een spaarpotje. Persoonlijk zou ik altijd zeggen: begin met een spaarpotje van minstens 1000 euro of meer als jouw maandelijkse kosten hoger zijn. En dit is eigenlijk vooral bedoeld voor noodsituaties of noodgevallen. Maar je zult vaak merken dat je er gedurende het jaar vaak hierop uh, gebruik van moet gaan maken. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddeld drie tot vier keer per jaar is. Want je zult zien dat vaak ook nog tegelijkertijd bijvoorbeeld je wasmachine en je auto kapot gaat. En dan is juist dit spaarpotje daar. Om jou ja, dat je het geld hebt om dat soort dingen op te vangen. Nadat je dan een buffer hebt opgebouwd, ga je beginnen met het aflossen van schulden. En dan niet je hypotheekschuld of je studieschuld. Dat zijn namelijk schulden met een laag rentepercentage. Maar juist eventueel andere schulden, zoals aankopen op afbetaling. Want dat soort schulden hebben vaak een hoog rentepercentage van 10 tot misschien wel 14%. Dus als je daarop gaat aflossen, heb je ten eerste een gegarandeerd rendement. Een gegarandeerd rendement met een hoog percentage, vaak hoger dan het gemiddelde van de beurs. En het zorgt natuurlijk ook voor dat als je eenmaal deze schulden hebt afgelost, dat je dan na een tijdje geld overhoudt iedere maand. En dat geld kun je dan juist gebruiken voor je beleggingen. Maar de laatste stap voordat je gaat beginnen met beleggen is juist het uitbreiden van die buffer, waar we het eerst hadden over 1000 euro of één maand aan onkosten. Wil je hem nu uitbreiden naar minstens drie maanden? Het kan ook langer zijn als je dat prettig vindt. Bijvoorbeeld als je kinderen hebt of zelfstandig ondernemer bent en dus een wisselend inkomen hebt. Maar deze buffer uitbreiden is heel belangrijk. Want aan de ene kant zorgt het ervoor dat je juist rustig kunt nadenken en de juiste beslissingen kunt nemen. Juist omdat je genoeg geld achter de hand hebt. Maar het zorgt er ook voor dat als je eenmaal geïnvesteerd bent en je geld hebt zitten in aandelen en je zou dan geld nodig hebben en je hebt geen buffer. Dat je dan je aandelen moet verkopen om aan dat geld te komen. En ook dan zul je eigenlijk altijd zien dat dat net op het moment gebeurt. Dat je aandelen, dat het even slecht gaat met de aandelen, slecht gaat met de beurs. En dat je je aandelen moet verkopen net op het moment dat je in de min staat. En dat je dan eigenlijk dus een verlies moet nemen. Maar nu we goed zijn voorbereid is het tijd om echt te gaan beginnen met beleggen. En dat betekent dat je een beleggersrekening gaat openen. Dat kan je doen bij je eigen bank, bijvoorbeeld bij de Rabobank, de ING Bank of de ABN Amro. Allemaal bieden zij vaak ook een beleggersrekening aan. Alleen het nadeel van deze partijen is dat het vaak relatief gepaard gaat met hoge kosten. En hoge kosten gaan ten koste van je rendement, wat dus ook betekent dat je op de lange termijn minder vermogen op kunt bouwen. Dus daarom is het ook altijd interessant om te gaan kijken naar alternatieven. Zelf gebruik ik de Giro vanwege de lage kosten en hun uitgebreide aanbod. En ik vind het ook gewoon fijn om zowel via de app als via hun website mijn portfolio in de gaten te houden en juist ook aankopen te doen. En ze hebben vaak ook een actie, ook op dit moment, voor nieuwe klanten, waardoor je tot 50 euro transactiekosten vergoed krijgt. Je kunt ook kijken naar een andere broker, zoals bijvoorbeeld Bux, waar eigenlijk alles gaat via de mobiele app. Ze hebben dan wel een wat beperkter aanbod, maar dat is altijd nog voldoende om te beginnen. En ook zij hebben een actie, ze bieden een gratis aandeel tot 200 euro aan voor nieuwe klanten. Meer informatie over brokers en affiliate links om gratis een account te openen vind je onder deze video terug. En door gebruik te maken van die links help je het kanaal zonder dat het jou iets kost. Dus op die manier kun je ook jouw waardering voor mijn content geven. En op een andere manier kan dat natuurlijk ook. En dat is door op het duimpje omhoog te klikken. En als je dan eenmaal je beleggersrekening hebt geopend, is het belangrijk om op een regelmatige basis juist je aankopen te gaan doen. Bijvoorbeeld op maandelijkse basis. En je weet waarschijnlijk ook wat nu precies uh, hoe jouw financiële situatie ervoor staat. Hoeveel geld je over hebt om ook te gebruiken voor je aankoop van aandelen. Want je wilt natuurlijk niet te veel geld investeren. Alleen het geld dat je dus voor een langere periode kunt missen. Want je wilt er natuurlijk ook voor zorgen dat het geld dat je investeert. Dat je dat zo lang mogelijk kunt laten staan. Want hoe langer het staat, hoe langer het kan renderen en hoe groter het vermogen kan groeien. En er zijn tijden dat het goed gaat op de beurs, dat de koersen hoog staan. Er komen ook zeker tijden dat het slecht gaat op de beurs, dat koersen hard onderuit gaan. Zeker in tijden van crisis. En dan is het juist op dat soort momenten heel belangrijk om je emotie. Onder controle te houden, ook al is dat heel erg moeilijk. Maar denk dan juist op dat soort momenten waarom je bent begonnen met beleggen, wat je wilt bereiken en dat je gaat voor de lange termijn. En mij persoonlijk helpt dat juist in dat soort situaties heel erg door er juist af te blijven of misschien juist te profiteren en goedkoper extra aandelen bij te kunnen kopen. En zoals ik eerder al in deze video zei, is het denk ik juist voor beginnende beleggers heel interessant om te gaan kijken naar ETF's, omdat je met de aankoop van een ETF direct al spreiding hebt. Je hebt vaak te maken met een gemiddeld rendement en ook dat is heel erg prima. Maar tegelijkertijd ook met lage kosten. En de Giro heeft bijvoorbeeld wat wereldwijd gespreide ETF's in een kernselectie zitten. Wat betekent dat je ze maandelijks kunt kopen zonder transactiekosten. Een ETF die ik zelf bijvoorbeeld koop is Vanguard All World met het tickersymbool VWRL. Deze kost nu ongeveer 105 euro per aandeel en hiermee beleg ik dus met één aandeel meteen in 3800 bedrijven over de hele wereld tegen 0,22% kosten per jaar waarbij het gemiddelde rendement in de afgelopen 10 jaar op ongeveer 12% ligt maar ook in de afgelopen 10 jaar hebben we niet echt een crisis meegemaakt wel eventjes één gehad tijdens de coronacrisis maar daar waren we best wel snel van hersteld. Dus dat is daarom, ja, verklaart het waarom het wat hoger ligt dan een lange termijn gemiddelde van 7%. En als je nou kiest voor deze ETF, een andere ETF of een ander aandeel, is het altijd belangrijk om een paar punten goed in de gaten te houden of vragen aan jezelf te stellen. Ten eerste, begrijp ik waar ik in ga beleggen? Ten tweede, is dit, zorgt dit product ervoor dat ik nog steeds voldoende risicospreiding heb? En ten derde, weet ik welke kosten de aankoop met zich meebrengt? En wil je meer informatie, kijk dan onder deze video in de omgeving daar heb ik onder andere ook links staan naar video's die ik eerder heb gemaakt. Zoals een video over de aankoop van aandelen via de Giro, hoe je dat moet doen. Of 12 veelgestelde vragen van beginnende beleggers die ik dan zal beantwoorden in die video. Maar je vindt er ook de links naar brokers om dus een account te openen bij deze brokers. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Vond je het een leuke interessante video geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.